Speciaal voor de inzamelingsactie van Stichting SUE ten behoeve van de neonatale intensive care unit, NICU, van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP, zijn vertegenwoordigers van SUE en NICU Werkers Aid een week lang dagelijks op Radio 10 en ATV om de inzamelingsactie te boosten. Vanmorgen waren er te gast NICU-verpleegkundige Ranessa Korsten, arts Ruben Del Prado, een ouder van een prematuur baby en kinderarts Safir Lizek. Korsten deelde haar ervaringen met de samenleving. Het mooiste ervan is wanneer u een kindje heel ziek naar binnen ziet komen en u denkt bij uzelf van deze gaat het waarschijnlijk niet redden, maar dankzij God dat het kind het toch haalt, doordat de artsen ook hun uiterste best doen om de nodige medische hulp te geven. En dan ziet u dat zo'n kind dan uit een dieptepunt komt van ademhalingsproblemen, complicaties bij de geboorte en dan gezond naar huis mag gaan. U gaat dan door het proces van opname, heel erg ziek en naar huis gaan, een gezond kind. Del Prado heeft veel waardering voor mensen die werken in de zorg. Hij stelt dat het werk van zorgdiensten niet onderschat moet worden. Vergeet niet dat het een teamwerk is. Ik denk dat werk in elk ziekenhuis en zeker in de NICU en in de PICU, dat heeft te maken met teams. En onderschat niet het werk van alle andere aanvullende diensten, laboratoria, de mensen die schoonmaken, de mensen die zorgen voor het eten en zo. Dat is heel belangrijk. Welke kinderen krijg je hier? Welke neonaten? Laten we het eventjes over de neonaten hebben in de NICU. Welke neonaten? Wat voor soort kinderen komen en waarom? Del Prado zegt dat hij zelf stage in het AZP liep toen de kinderafdeling werd gebouwd. Hij heeft daarom veel bewondering voor het werk dat door de specialisten wordt verzet.